De conclusie van de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vernietigend over Otfiel en de werkwijze op gebied van veiligheid. Ze moeten eigenlijk nadenken over welke dijken ze nodig hebben en die goede dijken bouwen. En wat zij doen is, om in dezelfde beeldspraak te blijven, zandzakken aan laten rukken en zeggen van kijk, het gat is gedicht. Vijf verschillende inspectiediensten hebben de afgelopen 2 dagen het terrein bij Otfiel volledig geïnspecteerd. Daaruit blijkt dat het bedrijf druk bezig is met het veiliger maken van de installaties. En ik begrijp ook best dat niet van de een op de andere dag gerealiseerd kan worden. Maar ja, je ziet dan toch ook concrete situaties die gewoon niet door de beugel kunnen. En die we dan ook hebben stilgelegd. Ja, zoals wat? Nou, bijvoorbeeld pompen die niet explosieveilig waren. Nou, die zijn buiten het bedrijf gesteld. Het betreft pompen rondom de opslagtanks. Bij Otfiel staan honderden van deze opslagtanks. In opvangbakken rondom de tanks kan bij een eventuele lekkage chemische stof worden opgevangen. Dit wordt dan met een intern rioolsysteem leeggepompt en ergens anders op het terrein opgevangen en gereinigd. Maar op de bodem van deze putten blijft altijd een hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen over. Bij regenval mengt zich dit en kan uiterst explosief worden. Met het pompsysteem wordt dit afgevoerd en uiteindelijk gereinigd. Maar Otfiel gebruikt de verkeerde pompen. Ja, die pompen moeten explosieveilig zijn uitgevoerd. Hè. Die pompen bestaan ook, hè, die dus niet die vonk trekken. Nou, die hadden zij dus niet. En vandaar dat die pompen uit bedrijf zijn gesteld. Als zo'n pomp een vonk had veroorzaakt, had dat grote gevolgen kunnen hebben. Het bedrijf moet de putten nu leegmaken met speciale mobiele vacuumpompen. Otfiel heeft na de inspectie nog enkele andere maatregelen genomen. Zo was het personeel onvoldoende beveiligd, waardoor ze gevaarlijke stoffen konden inademen. Dat is opgelost door het dragen van zuurstofmaskers. De inspectie benadrukt dat dit een tussentijdse rapportage is en dat ze binnenkort opnieuw gaan controleren. Want ja, de resultaten laten toch zien dat er flink vinger aan de pols gehouden zal moeten worden om het bedrijf toch tot het oplossen van die problemen te laten komen. De voorlopige conclusies zijn aan justitie overhandigd. Binnenkort wordt bepaald of Otfiel wordt bestraft.